Nou, ik zal het maar meteen noemen. Er werd al genoemd 30 miljoen. En er komt nog meer. Ja, ik ben dus Mark de Roy, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegenwoordig. En ik hou mij sinds begin 2016 bezig met deze ketenaanpak. Nou, ik hoop, neem aan toch wel, dat jullie allemaal deze tekening kennen van de hele keten. Dus daar ga ik verder niet op in. Wat misschien wel heel belangrijk is, de afgelopen, in november ben ik bij, dat heeft Michael al gezegd, er gebeurt in Europa nu ook wat. En afgelopen november was ik bij het Europees Parlement om daar zo'n discussie mee te maken. En wat me toen opviel, was dat daar de discussie ontzettend gepolariseerd was. Ten eerste wist de Europese Commissie niet precies, dus DG Environment, Milieu, die wisten niet precies wat ze zouden moeten verzinnen aan maatregelen. En die hadden dan een verhaal over wat ze al aan het doen waren. En er was het publiek mocht beginnen en er begon iemand rechtsboven in de zaal. En het was duidelijk een lobbyist van een farmacie. En die zei, er is geen probleem. Waarvan akte. En een eindje later in de discussie was er een andere dame die, of niet, het was niet een dame eerst, maar dit was een dame. En die zei van, ja, weet je, al die medicijnen, als je last hebt van hoofdpijn, dan moet je gewoon het raam openzetten en wat frisse lucht tot je nemen. Get some fresh air. Dat is ongeveer hoe men op dit moment in Europa daarover spreekt. Ik ben heel erg blij dat wij in Nederland het heel anders hebben geregeld. En als een voorbeeld daarvan, de consultatie over dat hele verhaal, dat Europees verhaal, daar mogen we op reageren. En vorige week zaten we bij VWS, dus Volksgezondheid, die de beantwoording trekken. Samen met ik en iemand anders van ons ministerie en EZ vanwege die veehouderijmedicijnen. En nog iemand van het RIVM, dus de kennis. En we zaten daar gezamenlijk de reactie te geven en we waren het eigenlijk heel vaak met elkaar eens. Natuurlijk wel met nuanceverschillen, maar ik denk dat dat echt wel heel erg leuk is om uit Nederland mee te brengen naar Europa. Want medicijnen zijn een wicked problem. Er zijn heel veel verschillende actoren met heel veel verschillende belangen. En die hebben ook de institutionele, ik zal het niet eens uitspreken, complexiteit. Het is een lastig probleem. En er is op een gegeven moment dat wicked problem, dat komt uit een studie van studenten van de Universiteit Utrecht. En die zeiden van ja, als je zoiets hebt, dan moet er A, er moet een tracker zijn. Nou, dat werd ik dan, zei de gek. En B, probeer je vooral te richten op de uitkomsten van acties. Dus het gaat niet zozeer over het drijfveren van mensen, maar kijk naar de acties. Of naar de uitkomsten van. Nou, dat zijn we dus heel erg aan het doen. Dus we hebben een aantal uitgangspunten met elkaar geformuleerd. En één daarvan, de belangrijkste wat mij betreft, is we zijn pragmatisch. We gaan problemen oplossen. We gaan niet iets doen voor de bühne. We gaan niet zeggen van ja, maar eigenlijk zou je iets moeten. Dat interesseert ons niet. We kijken wat het effect ervan is. Een andere is dat we met z'n allen hebben afgesproken dat we handelen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. En ook niet onbelangrijk, iedereen doet wat hij kan. En we gaan niet op elkaar zitten wachten. We gaan aan de slag. Want aan de slag, dat zullen jullie nog een paar keer terug horen. Dat hebben we in 2016 is daar over die intentieverklaring Delta aanpak ondertekend door een hele hoop partijen. Er zaten ook 10 zorgpartijen bij voor ons onderwerp. Daar waren we heel trots op dat was gelukt. En bij die verklaring zat een heel aantal maatregelen waarvan we op dat moment dachten van dat zou het dan ongeveer moeten zijn. Maar die moesten nog verder gaan uitwerken. Er zaten maatregelen, dus ik ga hem ook gebruiken, hij is leuk. Ontwikkeling en toelating, dus we zien hier de farmaceut die iets verzint. En dan moet het worden toegelaten door het college beoordeling geneesmiddelen. Nou, dan zit hier nog wat met productie en distributie. Dat is in Nederland niet zo heel erg interessant. In India en China, daar zijn inderdaad fabrieken waar ontzettende bergen medicijnen gewoon uit de fabriek komt. Maar er is recent een leuk rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij verschenen over dit onderwerp. En die hebben ook een paar productieplants van geneesmiddelen te pakken gehad. En ze vonden medicijnresten in het water.
Oh, maar dat kwam eigenlijk niet uit de productieunit, maar dat kwam uit het afvalwater van de kantine en de wc's van de werknemers. Dus dat was ook weer via die natuurlijke weg daar gekomen. Dus dat is, nou, maar we kijken dus wel naar, naar wat er hier kan gebeuren. En dan, ja, dan ga ik er niet op in, want we waren hier over afval. We zijn ook heel erg bezig bij wat kan er gebeuren bij, nou, bij een plek als dit, bij ziekenhuizen, bij voorschrijven en gebruiken. En afval en zuivering dus. Het afval dat gaat met name over de inzameling van afval bij apothekers. Ik noem dat regelmatig het steentje in mijn schoen. Het is namelijk niet het grootste probleem, maar je hebt er wel heel erg last van. Want ja, wat gebeurt er? Dat gaat met name over vloeibare middelen die worden weggespoeld. Dus je hebt een flesje en je denkt dan, oh, dat doe ik milieuhygiënisch verantwoord, doe ik dat weg. Het een dat brengt naar het riool. En dan ruimt Michael dat voor mij op. En het andere, dat zet ik bij het oude glas. En ja, mensen weten gewoon niet dat niet zo'n slimme route is. Dus dat zijn we aan het vertellen. Sorry, we gaan gewoon verder. Ja, wat we ook dus gedaan hebben, is heel erg gekeken van waar hebben die maatregelen nou effect. Ik weet dat er boven, daar ben ik niet bij geweest, maar er is wat gezegd over diclofenac en naproxen. Daar is dus gekeken van ja, kun je niet bepaalde medicijnen vervangen door de andere? Is dat niet een hartstikke slim idee? Nou, we hebben het RIVM laten uitzoeken van zijn er meer van dat soort koppeltjes? En toen bleek eigenlijk van nou, die zijn er eigenlijk niet. Dus het is een van de maatregelen die wel in die lijst van die intentieverklaring staat, maar waarvan van we nu inmiddels zeggen van nou, misschien ooit in de toekomst nog een keer, maar op dit moment zien we daar geen brood in. Ja, er zijn wel maatregelen in die hele keten nodig. Ik vind het voorbeeld van röntgencontrastmiddelen, wat genoemd is al eerder vandaag, is daar een hele duidelijke van. Het gaat daar over 30 ton en het is echt maar één dag in een plaszak plassen en je bent gewoon een hele berg troep kwijt. Die je op dit moment alleen maar weer kwijtraakt door verdunning. Maar tegelijkertijd, bronaanpak alleen gaat het niet oplossen. Het voorbeeld van de gemeente Asten, waar ze echt ontzettend strikt zijn in het voorschrijven, daar gebruiken ze 20% minder medicijnen. En ik denk dat dat ook ongeveer het maximum is wat je zou kunnen binnenhalen. Maar daar komt wel die groei weer bij. En nou ben ik inderdaad niet voor dat we allemaal diclofenac op onze benen gaan smeren. Dus je moet wel de zinvolle maatregelen, je moet wel kijken waar je waar die groei eigenlijk gewoon alleen maar productie en volumegroei gaat en dat soort dingen. Maar ja, mensen worden gewoon ouder en mensen gebruiken in de herfst van hun leven de meeste medicijnen. Dus het gaat echt groeien. Maar goed, bronaanpak alleen gaat het dus niet oplossen. Dus we moeten ook iets aan de zuivering doen. En dan krijg je meteen weer de vraag. Oh ja, zuivering. Oh ja, maar dat kost toch veel geld. En waarom deden we het dan eigenlijk ook weer? Wat zijn dan de normen? En moeten we wel wettelijk? En hoe ver moeten we dan gaan? En ja, dan kom ik dus altijd weer even van, waar komen we ook alweer vandaan? 1970, zwart water. Heel veel plekken waar het echt gewoon stonk en het schuim op de grachten stond. Ik haal vaak, Maarten Schakel van de ARP aan, die op dat moment vertelde in de Tweede Kamer dat hij zich nog kon herinneren dat hij toen hij jong was, door de weilanden zwierf en daar, als hij dorst had, een klomp met water uit een heldere wetering op Vliet schepte en daarvan dronk en van genoot. En dat was dus, hij haalde dat terug op het moment dat het water op heel veel plekken echt gewoon niet om aan te zien was. En ja, ik denk dan van jongens, laten we een beetje durven dromen en durven denken van nou, dat kan echt beter gaan. We hebben het van de jaren 70 naar jaren 90 hebben het van zwart naar groen gemaakt. En toen van groen naar op heel veel plekken weer heel helder. En je ziet dus, ja, ik weet niet als je het een beetje volgt, maar ik zie bijna elke maand dat er weer een of andere soort ergens terugkomt die al 50 jaar weg was. Dus ze zijn heel goed op weg. En dan is het natuurlijk zo dat je, kijk, de platworm die hier leefde, die maalde niet over om paracetamol. En ook hier, ja, ik weet niet wat er hier last heeft van medicijnresten. Maar er beginnen nu allerlei beesten terug te komen. Dit zijn dan prikken, maar je hebt ook allerlei macrofauna.
waarvan ik me voor kan stellen dat het juist wel effecten heeft. Of dat ze niet terugkomen omdat we medicijnen erin hebben zitten of bestrijdingsmiddelen. En het leuke van die prikken is dat dat dus niet ergens in een van de exotische beken is, maar je kan dat gewoon in Apeldoorn in de winkelstraat kun je het bekijken. En ik vind het mooi dat Vallei en Veluwe daar ook een event van maakt. En dan heb je opeens weer niet de vraag van, waarom doet dat waterschap zo moeilijk over waterkwaliteit, maar dan kun je het gewoon zien. En dan is het, ja, dat vind ik de meest aansprekende en de mooiste voorbeelden. Ik zeg daar, de eisen aan die kwaliteit ontwikkelen mee. Bij dat zwarte water, daar ga je heel anders met waterkwaliteit om dan bij zo'n heldere beek. Het grappige is dat het ook voor mensen geldt. Er kan inmiddels weer gezwommen worden in de Amsterdamse wateren. En dat is niet decennia, maar dat is eeuwen geleden. En dat is niet zo dat men nu tegen Waternet of AGV zegt van, nou jongens, knap gedaan, nou zijn we klaar. Maar nee, dan krijgen ze de vraag, zorg je er dan wel even voor dat als er een dat er geen overstorten meer zijn, want dan worden we alsnog ziek. Dus het grappige is dat het niet alleen aan beesten is dat die eisen toenemen, maar volgens mij is dat ook aan mensen eigen. Nou, en verder zie je, ik weet niet of je, maar iets met geniks en gemoers, dus je ziet naast de effecten op de ecologie, zie je dat men gewoon ook vertrouwen wil houden in drinkwater. En ja, we kunnen steeds meer meten, dus men gaat ook steeds meer eisen stellen. Nou, daar hadden we die delta-aanpak voor. Dit is nog weer een plaatje om dat te laten zien, van dat we dus uiteindelijk steeds verder gaan. Daar hadden we die delta-aanpak van. Daar hebben we 2 jaar geleden al gezegd, in 2015, van jongens, als we allemaal doen wat we kunnen, dan kunnen we de waterkwaliteit weer een ontzettende klapper geven. En dat is dus een heel andere insteek dan Bertie net gaf van, ja, we weten niks. Nee, inderdaad, we weten niks, maar we weten wel een heleboel dingen die we in ieder geval wel kunnen doen. En ik vind het zelf een mooi voorbeeld van de Rijn. Dat was in de jaren 86 was dat ook nou niet zo'n heel toffe rivier. En toen hebben ze daar de zalm als mascotte genomen. Dat was echt, als je het over gedurfde doelen hebt, dan was dat echt een gedurfd doel. Inmiddels zijn we met de Duitsers en de Fransen aan het bakkeleien wie de meeste zalmen weghengelt. Maar wat er daar gedaan is van oké, we weten niet hoe ver we moeten gaan, maar we weten in ieder geval wel welke stappen we zeker moeten zetten. In die delta-aanpak zitten dus een aantal prioriteiten. Nutriënten, landbouw, bestrijdingsmiddelen, landbouw en medicijnresten, RWZI. En met dat gedonder over Gen X kan ik u vertellen dat we ook weer heel veel meer aandacht voor industrie hebben. Dus volgens mij is het de vraag van de waterschappen van wil je wel even naar het hele brede plaatje kijken. Denk ik dat we vanuit het ministerie met volmondig ja kunnen beantwoorden, want daar zijn we echt mee bezig. Ja, en toevallig hou ik me heel erg met medicijnresten bezig. Dus mij hoor je de hele tijd doorzagen over die pillen. Maar er zijn andere mensen binnen onze club bezig die echt zich met andere dingen bezighouden. Rol van RWZT, daar zal ik het verder niet meer over hebben. Ja, we toch even nog, wel. Want ook weer Bertie zei van ja, maar het is maar een klein dingetje ervan. Ik denk van, ga nou eens. Want we hebben ook overstorten en regenwaterriolen en direct enzovoort. Er is een STOWA-rapport uit 2014 wat gaat over microverontreinigingen in het water. En volgens mij staan er 15 stofgroepen in, waarvan er 14 in ieder geval deels uit RWZT's komen. En 7 van die 15 die komen alleen maar uit RWZT's. Dus dan denk ik, jongens, dit is echt best wel een goede plek. Bovendien zou je in mijn beeld die RWZT uiteindelijk moeten gaan zien als een soort van poortwachter voor de waterkwaliteit. Nog even los dus van die landbouw en die industrie, maar als je naar je stedelijk afvalwater kijkt, dat je daar af en toe eens regelmatig 1-2 keer per jaar eens kijkt van wat zit er eigenlijk in effluent, screening breed en de biologische effectmonitoring. En dan eens gaat bedenken van ja, moet ik mijn zuivering verbeteren? Of moet ik ergens in die RWZT-kring wat gaan veranderen, want ik krijg het niet uitgezuiverd.
En ik denk dat op het moment dat je er dan die RWCT-kring ingaat, en dat wil weer niet zeggen dat het waterschap het allemaal op moet lossen, want het kan ook best zijn dat je bij bronbeleid of bij stoffenbeleid uitkomt, maar dat je hem in ieder geval gebruikt als een soort van indicator van er gebeurt hier wat, er gebeurt hier maatschappelijk wat, en is dat toevallig mijn gebiedje hier, of is dat iets groters? En dat je hem op die manier blijft gebruiken. Einde internet zo. Uitvoeringsprogramma. Ja, wat gaan we allemaal doen? Nou, het gaat hier vandaag over zuivering, dus ik zal verder niet over de voorkant van de keten het hebben. Daar gebeurt echt heel veel. Over zuivering, nou, daar hebben we dus de twee rapporten die net door de STOA zijn gepubliceerd. We hebben de ervaringen in Zwitserland en Duitsland. Dus ik zeg, jongens, aan de slag. En ga vooral niet het wiel opnieuw uitvinden. We hebben in april volgens mij hebben we, Herman, wanneer was het? Hebben we Duitsers en Zwitsers naar Nederland gehaald om te vertellen wat zij daar allemaal aan het doen waren. En die hebben gewoon een soort van afwegingssystematiekje als ik wil iets met een zuivering doen. En dan heb ik deze soorten kool tot mijn beschikking en ik heb ozon. En afhankelijk van wat je influent is en waar het op loost uiteindelijk, kies je daaruit. Nou, volgens mij zou dat best een aanpak zijn die hier ook zou kunnen werken. Maar dat kost toch geld? Nou, klopt. En de laatste brief van staatssecretaris Dijksma, daar heeft ze nog een keer uitgelegd hoe die ketenaanpak in elkaar zit. En daar heeft ze ook in verteld, of eigenlijk nog een keer herbevestigd, want dat was al een keer eerder ook al gezegd, dat er 30 miljoen is voor pilots, voor zuivering. En als jullie een beetje de politiek volgen, dan heb je misschien in het regeerakkoord gelezen dat daar 275 miljoen voor natuur- en waterkwaliteit in staat. Daar mogen we niks over zeggen, want dat moet eerst nog door de ministerraad en door het ministerie van Financiën. Maar de minister heeft bij het wetgevende overleg water in november wel gezegd dat dat gaat naar als eerste noemt ze medicijnresten en microplastics, dat hoort erbij. Naar nutriënten, dus dat is landbouw, en naar grote wateren. Dus ik denk dat er wel geld aan zit te komen. En wat ook interessant is, is dat in dat overleg heeft Carla Dick Faber van de ChristenUnie, die heeft een motie ingediend en hij is ook aangenomen, dat er ook voor in de keten pilots mogelijk moeten zijn. Dus dat betekent dat we nu naast het geld wat specifiek voor zuivering is, en er komt er wel bij, dat we ook middelen hebben om wat meer voor in de ketenzaak te doen. En dan sluit ik af met aan de slag. Maar gaan niet het wiel opnieuw uitvinden.